Beste kijkers van Eurowinners, welkom bij deze aflevering. Het is het weekend van 3 en 4 juli 2004 en Roosendaal is 150 jaar stad aan het spoor. Dit wordt gevierd met tal van activiteiten in Roosendaal, maar ook met een grote materieelshow bij de voormalige werkplaats. Eurowinners is er naartoe getogen en heeft de volgende film gemaakt. Veel kijkplezier! En dit is het bekendste gebouw op het emplacement van Roosendaal, het Seinhuis. Inmiddels is het verplaatst richting de werkplaats, maar in 2004 stond het nog op zijn oorspronkelijke plek. Hier zien we twee locomotieven van Short Lines, de SL2002 en de PB02. De PB02 is deze Class 66 en de SL2002 is deze G2000. Inmiddels was de firma Short Lines al overgenomen door Rail for Gem en zouden beide locomotieven binnenkort een ander uiterlijk krijgen, maar hier zijn ze nog in de Short Lines uitvoering te zien. De PB02, waarbij PB staat voor Porterbrook, de leasemaatschappij die deze van oorsprong Canadese loks naar het Europese vasteland heeft gehaald. Want ze worden in Ontario in Canada gebouwd. Een plan T van de NS. En een Intercity naar Zwolle in de serie 3600 met een nieuwe stuurstandrijtuig voorop. De ICR BDS, zoals die genoemd werd. Zit nog strak in de lak, pas afgeleverd door het revisiebedrijf in Haarlem, oftewel refurbishment en overhaul van NetTrein. En hier gaat die trein bestuurd vanuit het stuurstaand rijtuig op weg naar Zwolle. Er liep eveneens nog een Benelux rijtuig mee in deze trein. En de 1737 is de duwende kracht. Ziet goed als u naar de ramen kijkt welke rijtuigen gereviseerd waren en welke niet. Dan komt hier een bijzondere museumtrein binnen, bestaande uit materieel van de SSN en de VSM. Dus de Stoomstichting Nederland en de Veluwse Stoomtreinmaatschappij. 23071 voorop, dan komt de 2233. En de 2459 van de VSM, een voormalig Mitropa rijtuig. Dan volgden nog heel veel blokkendozen en achterop liep de SSN 23023. De Benelux naar Amsterdam, eveneens met stuurstaand rijtuig voorop. Maar de cabine van dit stuurstaand rijtuig heeft een hele andere indeling als de cabines van de ICR BDS'en. Een blauw-geel Intercity rijtuig in de Benelux zorgt voor een beetje kleur in deze trein. Maar op zich is dit een zeer mooie combinatie, het NMBS Bordeaux rood en het NS geel. En geduwd wordt de trein door de 1187. De stoomtrein gaat richting het evenemententerrein en dat was het emplacement voor de werkplaats. Daar ging de materieelshow plaatsvinden. Nu trekt de 23023 van de SSN. De
wederom een metropenrijtuig en de blokkendozen. Allemaal Nederlands erfgoed. Weer een metropenrijtuig. En dan volgen de beide diesels. En de 23071 van de VSM achterop. ...2233 is ook gestart. Hetgeen te zien is aan de blauwe rook die deze lok verspreidt. Vanaf de kijfhoek komt deze Binnenlux 25.5 binnen. Voormalige Binnenlux lok, nu ingezet in de goederendienst tussen Rotterdam en Antwerpen. De 6506 met een containertrein richting Antwerpen. De stoptrein uit Antwerpen. En de Tallies passeert Roosendaal non-stop. En deze is op weg naar Amsterdam Centraal en afkomstig uit Parijs-Noord. De Intercity uit Zwolle komt binnen, getrokken door de 1748. En ook deze Intercity bestaat uit gereviseerde en nog niet gereviseerde rijtuigen. Wel zijn ze in dit geval allemaal blauw-geel. En achterop rijdt ook weer een nieuwe BDS. Waarbij de B staat voor tweede klas, de D voor pakgedeelte, vroeger pakwagen, en de S van stuurstand. Hier ook weer een plan T. De vierdelige variant van de plan V's. Deze treinstellen hebben nog een complete revisie gekregen. En hebben aparte stoelen binnen ingekregen in het interieur. En het was best wel comfortabel reizen. Maar inmiddels bestaat plan T niet meer. We houden dus nog enkele bakken die in Amersfoort staan. En wat daarmee gaat gebeuren, dat is nog steeds onbekend. Een treinstel gaat op weg richting Rotterdam. De twee shortlines locks gaan ook richting het evenemententerrein, waarbij de G2000 tentoongesteld werd en de Class 66 zo meteen weer terugkomt naar het station van Roosendaal en vervolgens andere taken heeft gekregen. Hier staat hij dan, klaar voor vertrek, op weg naar een nieuwe trein. De pendeltrein komt binnen, getrokken door de 23071 van de VSM, met de blokkendozen. De metropa-rijtuigen lopen ook al niet meer mee in deze trein. Sprinter, de 2950. En onze Belgische gasten met de 5183. De 202020 en de 5941.
een 766, een vierdelige hondenkop, in de oorspronkelijke groene kleur, en Railion en Shortlines gebroedelijk naast elkaar. Een gele Hippel van Structon, de 708 van Netrein. En de 189, vers uit de fabriek, meteen richting Roosendaal. Stoomlok onder een seinbrug. Mooi. Sikje 300. En dan het oudere materieel, de 1122, de 1251 van ACTS, de 1302, de 1501, de 2233 en de 2459. Nog eens een keer die hele rij, maar dan van de andere kant gefilmd. 1302 naast de 1501. Heel mooi. En daar de diesels naast de elektrische 1501. Beide diesels in de oorspronkelijke bruine afleveringstoestand. Dan het van de andere kant bekeken. Wederom de twee diesels. En dan de vier elektrische locomotieven. Een groene Plan V. Mat 46. Mat 24, oftewel de blokkendoos. Mat 36, die gerenoveerd werd. Waarvan er één bak helemaal in de grondlak zit, dat is deze. Nog eens Shortlines en Railion naast elkaar. En daar de nieuwste trots van Railion, de 189. Heel mooi opgesteld voor de werkplaats. De 708 van Netrein. En nog eens een keer de blinkende 189-047. De volgende panel komt er binnen, getrokken door de 23-023. De 5941 is tot leven gewekt. Heeft de frontzijde nu branden. De demonstratieketelwagen van Railion. Een huifwagen voor het vervoer van staal. En een kalkwagon van de fluistertrein. Dit is allemaal materieel voor de spoorbouw. Deze trein is gebouwd bij Plasser en Teurer en ervoor staat de 302282 van Structon, de voormalige NS2282. Veel bekijks op de loks, van groot naar klein. LGB-baan. En weliswaar een hele grote. En het was maar goed dat LGB tegen een regendruppeltje kon, want het was een zeer wisselvallige dag. Dan scheen weer de zon, dan verzoop je weer als je tussen locomotieven doorliep. Maar dit LGB-spul kon daar tegen. Trekduwtrein van de Rhenische baan. Een duwende locomotief. En weer terug van klein naar groot. Met de Belgische locomotieven.
van de 766 was een stroomafnemer opgezet. En het ziet best wel apart uit. Stroomafnemer omhoog, maar er is geen bovenleiding. Heel mooi. Onze de goederendiesels. Moderne elektrische materieel en modern dieselmaterieel van Netrein. De 708 gaan we eens wat nader bekijken, met name de automatische rangeerkoppeling. Daar zien we een Scharfenberg koppeling, zodat ook treinstellen gesleept kunnen worden en geremd kunnen worden. Heel interessant. We zijn weer terug op het station in Roosendaal met de pendel 23071 met brandende sluitseinen. En de pendel staat weer klaar voor een volgende ritje richting de werkplaats. En omdat het weekend was, stond nogal wat materieel op reserve. Zo ook deze beide 1700'en. En het is tijd voor de pendel om te vertrekken. Stoom voorop en stoom achterop. Heel apart. De internationale trein uit Brussel naar Amsterdam Centraal komt hier binnen. En met het binnenkomen van deze Binnenlux is deze aflevering van EuroRails afgelopen. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens tot de volgende aflevering van EuroRails.